Erik, deze mooie Lemster Aak die is van jou en je bent ook een grote zeilliefhebber. Hoe is dat zo gekomen? Ja, ik ben altijd gek geweest op watersport. En, na het zwemmen of in de periode dat ik zwom, werd ik gevraagd door een vriend of ik mee wilde zeilen. Nou ja, dat was ook water. Ja, en wat doet dat met jou? Wat voel je bij het zeilen? Nou, ik heb een redelijk drukke baan en als ik dan op mijn boot zit, valt het enorm van me af. Dan ben ik vrij, een hele andere wereld, andere mensen, enorme gezelligheid, ontspanning. En passie voor het wedstrijdzeilen, want het wedstrijdelement dat blijft nog steeds heel erg leuk. Ja, dat vond ik zo fantastisch. En ik wilde eigenlijk bij de grote mannen meedoen, hè, de grote jongens. Dus dit schip heb ik toen de tijd zelf eigenlijk uit eigen denktank ontwikkeld. Maar je hebt hem ook zelf gebouwd, toch? Grotendeels, ja. Ja. Hoe is dat gegaan? Hoe lang heeft dat geduurd? Nou, wat heb je daarvoor nodig? Ja, ik heb het casco laten maken. Het is verder afgelast door drie lassers die ik ingehuurd heb. Voor de rest hebben we eigenlijk alles zelf gedaan. Dus al het roestalen werk, massen, zwaarden. Dus uiteindelijk hebben we dit product ervan gemaakt. Hey, en hoe is het met het onderhoud bijvoorbeeld jaarlijks? Wat moet er allemaal aan gebeuren? Nou ja, dat is wel een goede vraag. Ed zit al te lachen. Dat is mijn bemanningslid. ja, ik woon eigenlijk in het weekend altijd bij mijn boot. Want dan ben ik altijd maar aan het klussen en het knutselen en het schilderen. Daarom, jij zegt wat een prachtige boot, maar ik moet er dus echt heel veel voor doen om te onderhouden. En hoeveel zijn er nog in de vaart? Nou, van deze grote lengte zijn er misschien, nou laat ik zeggen, 80 in de vaart. Dat zijn 18,5. En van wat kleinere afmetingen ben ik heel verbaasd. Ik vaar de laatste tijd wat meer in Friesland. Dan zie je er zo ongelooflijk veel, dat zijn er volgens mij honderden. Het leent zich ook fantastisch om met je familie erop te zijn. Want het is, je ziet het is robuust, je hebt ontzettend veel ruimte binnen. Het zijn makkelijk te varen schepen tegenwoordig. De zeilvoeringen zijn makkelijker gemaakt. Alles is eigenlijk, je staat ook makkelijk te sturen. Ja, nu. Het is echt fantastisch. Ja, je hebt kan echt met de ruimte. Stuurwiel natuurlijk ook. Maar het zijn gewoon fantastische schepen om nou ja, op de binnenwateren te varen. Ja, ik durf het bijna niet te vragen. Mag ik even ja, sturen? Ja, natuurlijk. Ik vind het heel leuk als je dat wil. Ja? Zal ik dan de schoot vertrouwen? Ja, dat is goed. Was goed. Mag ik zeggen waar je heen moet? Ja, zeker. Wil je tussen de rode en groene boeien blijven? Ik ga even op de randje staan. Mag ik deze uit? Ja. Hoi. Doeg.